Hallo. Waar gaan we heen? Of wat gaan we doen? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, dan gaan we een kijkje nemen naar Marco Dome van Long Beach. Ja, wat gaan we doen? Ja. Vanaf ons appartement lopen wij zo de plaza naar binnen. Door de regen, dus we gaan... Misschien regent het niet meer, Chris. Wel? Heel hard. Oh jee, dan zet ik even de camera uit en dan gaan we rennen, goed? Ja. Oké. Okay. Mensen, het is gewoon slecht weer vandaag. Nou ja, alle paar dagen. Nou, daar zitten wij dus. En wij gaan nou deze kant op. Voor jullie naar binnen. Automatische deuren gaan open. En we zijn bij Hux. Het heerlijke Amerikaanse restaurant. Zijn wij. Kijk eens daarboven. Hux. En hier mooie watervallen. Nou, en hier krijg je al te zien waar we naartoe moeten. Christen loopt daar weer door. Starbucks, die kant op. Toiletten, Café Rouge, storeroom, alles die kant op. En we hebben nog een gangetje naar beneden toe. Maar we starten naar die kant. Dat laten we zo nog allemaal zien, hè, Chris? Ja. Dat is Las Iguanas. Heel mooi. Zijn wij niet geweest dit keer? Is de Mexicaan? Of Spanjaard? Of wat is het? Spanjaard, hè? Oké. Nou, dit is dan ook het mooie. Laten we dat nog allemaal zien, hoor. Als jullie dat willen zien, natuurlijk. Denk ik wel, hè. Dat ze het allemaal willen zien. Het is lekker in de avond, het licht. Het is het mooiste. Dan krijg je dit hier allemaal. Ja. Dit is eigenlijk een Market Dome wat... Wat? Een Market Dome? Nee, het is een plaza. Maar een Market Dome versie staat in Frankrijk. Ja. L'Hôte de Broyeur, hè? Ja. Is dezelfde. Nou ja, hij is andersom, hij is gespiegeld. Maar hier heb je wel andere formules erin zitten. Oh, hier heb je Café Rouge. Dat is deze hier. Franse dame, doen we je op Frankrijk? Nee. Nee. Toiletgroepen. En eigenlijk kom je hier bij Treats. De snoepwinkel. Nou, dat was dan Treats. En dit is Jules. En Jules is de kledingzaak hier. En dat was weer Jules. En ik kom uit bij een mooie plantenbak. En natuurlijk hier naartoe, Chris. Hier hebben we namelijk Starbucks. Hé, Chris, hebben we ook al een keertje koffie gehaald. Nou, even Starbucksje doen. Altijd lekker natuurlijk. Even kijken wat ze hebben. Ja, zoek maar eens uit dan. Wacht op drankjes. Ja, maar daar hebben we zitten. Altijd druk hier. Cappuccino. En een? Hot white chocolate. Hot white chocolate. En een cinnamon broodje. Maar die zit nog in de verpakking. Maar dat maakt niet uit. Even lekker van genieten. De service. Hij is vandaag trouwens dicht. Normaal was hij open. Alle dagen open geweest. Nou is hij dicht. Maar dit is een Starbucks. En hier heb je eigenlijk de hoofdingang. Oh, we hebben daar trouwens een Italiaan zitten. Bella Italy. Zijn we niet geweest. En dit is dan een fotopoint als ze foto's van je maken ergens. Ik heb het eigenlijk niet gezien waar ze het doen.
Maar je kunt dat hier afhalen. Misschien in het zwembad of zo, ik weet niet. Misschien overdag. Voor mij zag ik ze bij de Adventure volgens mij. Oké, nou, we lopen even een stukje naar buiten. De mensen willen dat ook even zien, want de ingang, hè. Het is hartstikke koud. Ik heb ook geen jas bij, maar goed. Nou, dat is dus hier zo. Dat is de ingang. Dan hebben we hier nog, als je hier dan langs loopt, dan krijg je hier het zwembad. Oftewel, de wildwaterbaan loopt hier. Die is natuurlijk nu al zo goed als uit, maar je ziet hem nog wel even lopen. En dat is het blauwe licht, is het buitenbad. Nou, ik ga weer snel naar binnen, want het is hartstikke koud hier. Kijk, Chris is slim, blijft daar staan. Jij bent slim, hè? Ik ben slim, ja. Ja, kom maar. Ik heb ze nog nergens foto's zien maken. Ik heb ze volgens mij bij de Adventure gezien. Bij het Adventure? Ja, oké. Oh, dat is natuurlijk voor die film. Nou, volgens mij was dat de enige gezien. Oké. Dat is zelf die Houston van de Desk. Ja, die Desk staat hierachter nou daar. Dat was ook een fotograaf. Nou, dat is de Bella. En die zat boven, zei jij. Ja. Nou, dan gaan we nou deze kant op. Wat is dit dan? Aquasana. Als je wilt boeken, dan kun je daar dus een nummer bellen. Je krijgt gewoon informatie. Ja, en je kunt natuurlijk weer scannen. Of de code scannen. De code scannen. Ja, het ziet er in ieder geval geweldig uit. We hebben het niet gedaan. Nee. Waarom niet? Het is een aardig aan de prijs. Ja, zeg maar. 65 pond, volgens mij. Per persoon? Per persoon. Ja, je weet niet, ja, je ziet de plaatjes wel, maar je weet niet of het leuk is. Het was voor 3 uurtjes, dat wel. Maar dan vond ik nog veel prijzen voor. Ja. Wat hebben we hier dan? Storeroom. De storeroom. Weet je wat ik leuk vind? Hier van Moederdag. Die neem ik mee. Oh ja. En dan zijn we klaar hier weer in de store. Je krijgt een paraplu. Even nadenken over de geurtjes, maar ik denk dat dit wordt. Mm-hmm. Allemaal weer souvenirtjes. En hele leuke wat ik nergens anders kan vinden. Dat is de clue. Oké, wat gaan we doen? Ik merk dat het nog steeds regent. Naar de speelgoedwinkel? Ja, we gaan naar de speelgoedwinkel. Dit moeten we nog zaterdag doen. Mm-hmm. Kijk, dan krijg je dat ook allemaal. Holograms. Ja, dat zeg ik, ja. Holograms. Er waren die dingen wat er waren. Die komt allemaal. Hé, hey, wat is dit dan? Een souvenirtje maken. Misschien straks. Wel het mooiste winkeltje van... Het leukste winkeltje, ja. Het leukste winkeltje hier van de Marketing. Ja, hele leuke dingen. Al die huiselijke dingen. Het is bijna moederdag, zie ik. Hier in Engeland wel. Ja, nou, moederdag is moederdag.
10 maart. Ja, we hebben ook wat gekocht voor moederdag, hè? Ja. Het is wel 10 maart. Nieuwe guest service. Ja. In het voorjaar staat er ergens op. Je kunt niet spieken. Nee, je kunt niet spieken, nee. Nou, heel jammer, hè? En dan ben ik benieuwd of het daar komt, het oude guest service. Ja, dat weet ik ook niet, dat is het oude, ja. Kan ik heel niet de camera zo, Chris? Kan dat? Ja. Dit is dan de parkmarkt, oftewel de supermarkt. Het was 4 uur dicht vandaag, tot onze spijt. Ja, we hebben daar ook een filmpje van, tenminste denk ik wel. Hebben we daar een filmpje van? Als we die hebben, zetten we die nou ook erin. Nou. En Twitch eigenlijk, die schulpwinkel, die is eigenlijk tot 8 uur elke dag open, maar die was om 9 uur gewoon open. Ja, de laatste keren wel, ja. Ja, ze was gewoon alleen gisteren. Nee. Maar die bleef gewoon langer open. Want dat is dan wat ik. Ja, nou is het wel dicht. Ja. En als de mensen goed hebben opgelet, of nou even kijken, daarboven, dat is de Bella Italia. Dan kunnen we hier naar beneden. En dan komen wij daaruit. Gaan we doen? Ja. Nou, loop jij voorop. Zometeen. Wel links houden, hè? Ja. Wat gaat fout? De bowlingbar. Hé, hey, nog een winkel, Chris. Hoe doet ze dat willen maken? Ja, dat weet ik ook niet, want dat komt gewoon hier dan. Ja. Naast de supermarkt, hè? Oké, okay, daar krijgen we Just Kids. Ook een hele leuke, hè? Waar je hele leuke dingetjes krijgt. Zo, hier hebben wij ook een filmpje gedraaid. Dus die komt er nou ook in. Allemaal leuke dingetjes hier. Even souvenirtjes. Deze hier, die moeten we denk ik nog meenemen. Maar niet alles mee hoor. Zoveel. Dus even wel wat. Dat ik straks zal zien. Heel veel deco. Nou, kom maar. Je hebt alles. Let's go. Dat was de... Ja, alles is lastig. Nee, het was de Just Kids. Dat stukje doen we dadelijk. Dat is ook Hux. Maar we gaan eerst even die kant op. Via de brug, Chris? Ja, dat is standaard. Of ga ik gewoon via de tegeltjes lopen hier? Kijk, hier kun je dus ook lopen. Dan kun je mooie vissen zien. Daar zo. Ja, zo. Dat is Chris een lievelingsvis. Zonder, met één vin minder, zei jij, of was het die deze hier? De witte? Ja, die heeft er twee. Die heeft er twee, dus dan is het die daar. En dan hebben we hier natuurlijk het subtropical swimming paradijs. Die is nu gesloten. En de aquatiek. Aquatiek hebben we ook een filmpje van gedraaid. Die zit bij de zwembadvlog in zakken. Ja. Dus die hebben jullie dus gezien in de zwembadvlog. Dan laat ik hem opzetten. Dat is deze hier. En dan hebben we aan die kant de Leisure Bowl. Even naar binnen gaan. En dit is de bowling met... Met muziek. Je kunt trouwens je eigen muziek pakken.
daar. Dat is de jukebox. Dat is de jukebox, ja. Yeah. Aanvinken, dit wil je draaien, zet je op play, hoppa. Dan zit hij erin, klaar. Dit zijn de bowlingbanen. Leisure bowl. Ik vond hem een elfendel mooier. Ja, een stuk groter. Maar dat is mijn voorkeur, hè. Dus, Waar wil je nog meer heen? We hebben nog een House of Games, zie ik. Zullen we ook even naartoe lopen? Ja. Loop maar voorop. House of Games. Aan de linkerkant ook nog toiletten. Dat is maar de kleintje, die grote stonden in een andere hal. Hè? Die hebben we ook erin laten zitten. En een andere vlog zit. Dan vind je bij de Sportsplaza vind je de grote. Wat hebben we nog meer hier? Hier kun je natuurlijk je tokens halen. Die kost 10 pond voor 10 tokens. Doen we dat nog daar? Dat was hem eigenlijk hier. Dan zitten we weer buiten. Ja, zitten we weer bij die trap. Oké, pakken we de binnendoorroute, Chris. Door de tuin, hè? Oké, dan door de tuin, hè. Chris, begeleid je ons even door de tuin heen? Dus dat pad waar ik net over liep, dat hebben we nu op een ander pad. En dan krijgen we hier links en rechts watertjes. Watervalletje. Dan gaan wij omhoog. Hier kun je nog zitten, drinken kun je halen. In de leisure bowl kun je drinken halen, kun je hier zitten. Nou ja, als je glas wil hebben kun je het hier ook halen. Leuke parasolletjes. Dat is dan Hux. Het speelparadijs van Hux is dat, hè? Kinderspeelparadijs. Die daar. Ja. Ja. Toch wel leuk voor de kinderen, hè? Nog meer watertjes, Chris. Kunnen we nog hoger opkomen? Ja, daar zie ik nog een podium. Kunnen we daar ook naartoe? Komen we direct weer langs Hux. Grease. Mooi, hè? Mensen, je kunt hier geweldig eten. Vind ik dan, hè? Het beviel mij prima. Ja, maar voorop, Chris. Moet je niet hierin? Ja, hier kun je eigenlijk alleen maar zitten, hè? Maar het is wel heel mooi. Kijk de flora en fauna. Schitterend toch? Ik vond het heel mooi water trouwens, hè? Mooi helder, hè? Mooi helder, het moet goed onderhouden. Goed voor kwaliteit. Dus, hier zijn een beetje weinig vissen, hier is twee eentjes. Nou, daar dan. Ja, dat is zit allemaal daar. Ja. Waarom dan? Maar die grote zitten daar ook, ja. Dat is wel heel mooi. En je hebt hier weer een mooi uitzicht zo. Mooie groene flora en fauna hier. Mooie planten. Hux is daar weer. En daar weer. En eigenlijk zijn we nou aan het einde gekomen van deze Plaza Tour. Zo noem ik het maar, want het is een plaza. Het is geen Markedoom. Nou, gaan we hier afsluiten. Wat vond jij ervan? Ik vind het een ontzettend mooie Markedoom. Ja. Plaza? Ja, plaza. Hij heeft mooi in elkaar gezet, allerlei mooie restaurantjes. Nou ja, dat vond ik ook eigenlijk. Beetje, een beetje variatie. Dat is ook wel leuk. Jammer dat je in de restje komt.
drinken. Ja, maar dat was op 11 en ook. Ja, dat is eten doe je, sportcafé kun je wel eten, maar de leisure bowl kan je alleen maar drinken. Dat is pittig aan die fysieke. Dat is heel jammer, ja. Dan kun je tijdens het bowlen of tijdens het drinken kun je eigenlijk niks. Ja, chips, maar ja. Ja. Zakje chips voor 3 pond, dat sla ik ook liever over, hoor. Ja. Kun je beter nog zeggen, kan je achter eten bij Hux. Wel, ja. Hoeveel restaurants hebben we nou gezien dan? Hux hebben we gezien. Las Iguanas, Dida. Hebben we ook gezien. Café Rouge, Cita, kun je ook lekker eten. Dat was hem toch eigenlijk. Van hier, hè? Van hier. Want je hebt natuurlijk nog de Rajinda, die zit bij het sportcafé en bij het sportcafé zelf kun je ook eten. En Bella Italia natuurlijk. Dus 4 restaurants hier en 2 eetgelegenheden bij de Sportplaza. Ja. En bij de sportsbar kun je eigenlijk alles krijgen. Hamburgers, noem maar op, friet. Alles is er te krijgen. En de winkeltjes hebben we gezien, dat is de storeroom. Just Kids, Jules, Treats, er zijn er al 4. Dat was het, of niet? Ja. Was hem dat weg? Ja, dat was hem. En natuurlijk hebben we nog Starbucks niet vergeten. En de aquatiek. En de aquatiek, dus 5 winkeltjes. Ja, 4 of 5. Ja. Wat was het nou? Starbucks, Storeroom, aquatiek. Ja, maar Starbucks is eigenlijk geen winkel, hè? Dat is weer een eetgelegenheid, want dan kun je koffie en eten. Dus genoeg om te eten en te drinken, genoeg om te winkelen. En de supermarkt. En de supermarkt is best groot, vind ik dan. Best, eigenlijk niet heel veel duurder dan een supermarkt hier in de buurt. Ja, of je moet uit Engeland komen en een Engels Tesco-account hebben, dan kun je daar voordeliger winkelen dan hier. Maar anders, maakt het niet zoveel. Nee. Ik laat het erbij. Mensen, kom zelf hier kijken, zou ik zeggen. Het is hier schitterend. Als je dit zo ziet, het is ook een mooi plaatje. Toch, Chris? Ja. Ik vind het een mooi plaatje. We gaan afsluiten, mensen. Lekker dikke duim omhoog. Doe een abonneren, like en delen. Wat ik wou zeggen, doe een duim omhoog, maar dat hebben we gedaan. Dus en weer bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei. Zo, Chris. Zullen we zo'n muntje pakken? Ja, dat is mooi. Welke vind jij het leuk? Ik heb 2 in gedachten, maar ik ga er maar 1 pakken. En de zon die op de trein. Oh, de trein. Ik dacht de palmboom. Ja, het beste is dat we die pakken. Ja. Zet jij hem even op longlied? Dan zal ik hem betalen. We moeten hem eerst erop zetten. En dan gaat hij al branden. Ja. Turn wheel to match end. Kijk, daar komt hij langzaam. Dus je moet langzamer draaien. Ja, dat is hem. Zo zegt hij. Tap. Dan ga ik even tappen met de telefoon. Hoppa! En dan mag je weer gaan draaien. Ja, je moet doordraaien. En dan komt hier eruit. Hoppa! Hoe is die geworden? Nou. Ja, ik heb hem goed gezocht. Zo. Ja, kijk, want hier liggen ze.
Daar heeft hij van gemaakt. In Penny. In Penny. Ja. Penny. Ik weet het niet. Zeg jij man? Eén denk ik. Nou. Ach, dat maakt ook niet uit. We hebben weer een leuk aandenken van. En we hebben ook een leuk aandenken van. Deze vond ik wel grappig voor de collectie.